Ja, Anne van Opstal, je speelt de rol van Sarah in Dans der Vampieren. Ja, jouw eerste grote rol als 24-jarige. Ja, mijn eerste grote rol. Spannend. Je hebt eigenlijk hier een moeilijke keuze in deze voorstelling. Je moet kiezen tussen enerzijds de graaf of anderzijds de jonge Alfred die de assistent is van de professor. Ja, het is natuurlijk moeilijk, want het ene mag niet en het andere ligt zo dichtbij. En wat ik altijd heb is wat niet mag, dat lijkt natuurlijk 10 keer aantrekkelijker. Dus ja, ze gaat er wel eerst voor de graaf. En uiteindelijk is dan de vraag, ja, wie kiest ze? Ga ik nog niet verklappen, toch? Wat leg je daar van jezelf in, van je eigen persoonlijkheid in die rol? Nou, Sarah is eigenlijk lijkt een heel naïef meisje en een heel jong meisje, maar eigenlijk weet ze heel goed wat ze wilt. En dat ben ik eigenlijk ook wel een klein beetje, want in het eerste gezicht lijk ik wel een beetje onschuldig en naïef misschien, maar als ik iets in mijn hoofd krijg, dan zit het ook in mijn staart, zoals ze zeggen. Ja. Ja, Total Eclipse of the Heart is misschien wel het meest bekende nummer dat je hier mag zingen in het Nederlands dan met Hans-Peter Janssens. Hoe gaat dat eerste contact met hem? Ja, superleuk, want we hadden dan elkaar op de auditie al gezien. En dan, ja, Facebook natuurlijk, hè. En dan zoal, oei, wat ga jij aan doen? En wat ga jij... Gewoon heel, heel vriendschappelijk, want het is natuurlijk een beetje mijn held, zo gezegd. Want mijn eerste musical die ik heb gezien en waar ik echt verliefd op werd, was Les Misérables in de Stadsschouwburg. Ja, en dan stond hij er wel Valjean te zingen en te spelen. En nu sta ik ernaast, dus dat is wel echt, ja, tof. En ja, dan zijn we samen zenuwachtig voor hetzelfde nummer, dus dat is wel echt heel leuk. Welk nummer vind je nu het nummer waar je het meest trots op bent dat je dat mag zingen in deze musical? Ja, toch wel dat liefdesduet, dat vind ik wel. Dat is ook het thema van de musical. En dat ik dan het thema mag zingen samen met Hans-Peter Janssen, dat is wel een hele eer, vind ik zelf. Ja. Hoe zou je deze musical zelf omschrijven? Want ik heb al gehoord van dit is een toneelstuk waar dat in gedanst wordt, waar dat ook muziek in komt. Het is vooral een ensemblestuk, vooral heel veel gedanst. Hoe zie jij dit? Het is een doorgecomponeerde musical, maar als ik hem zelf zag, had ik niet het idee dat hij doorgecomponeerd was, omdat het klopt, de muziek en de teksten die kloppen zo dat het gewoon, ja, lijkt alsof je wel naar een toneelstuk zit te kijken. Maar ik zou het zelf gewoon echt een spektakelachtige rockmusical of zo noemen. Want ja, er wordt ook wel echt in gespeeld, maar het is toch meer die parodie op dat vampierenverhaal en zo. En die muziek, ja, van Jim Steinman, dat is gewoon rocken van begin tot einde. Ja, want het is een combinatie. Het is een beetje eng, vampieren, maar aan de andere kant zit er ook wat comedy in. Moeilijke evenwichtsoefening. Ja, want ik denk dat Roman Polanski ook in het begin ervan uit is gegaan om echt gewoon een parodie ervan te maken. Maar dan, ja, het blijft wel natuurlijk een eng gegeven, zo vampieren. Maar ik ben hem zelf dus ook gaan kijken in Oberhausen. En ja, je schrikt natuurlijk wel, want de vampieren komen ook vanuit het publiek. Misschien mag ik dat allemaal nog niet zeggen. Maar ja, dus het is wel natuurlijk schrikken, maar het is gewoon vooral lachen en genieten, vind ik zelf. Oké, dankjewel Anne van Opstal. Heel veel succes met Dans der Vampieren met jouw rol als Sarah. Dankjewel.